Een principe van het boek is dat we de nieuwe economie beschrijven en de nieuwe economie waarbij het uitgangspunt is dat die op waarde gebaseerd is. En wel een drievoudige waarde, namelijk onze ecologische, financiële en sociale assets. Ik heb in dit boek 7 vensters beschreven. Die 7 vensters zijn op zich niks nieuws, dat zijn alle bestaande managementgebieden. Maar wat wel totaal nieuw is in dit boek, is dat ik door die 7 vensters nieuwe uitkijken geef, met voorbeelden die heel veel mensen nog nooit hebben gehoord, wat vergezichten vormen, maar wel concrete vergezichten, hoe je op een nieuwe manier kunt ondernemen. Dat zijn onderwerpen die we kennen, zoals de supply chain op een nieuwe manier vormgeven, leiderschap, maar ook bijvoorbeeld financiering. En in het boek lees je tal van voorbeelden hoe ondernemers op een nieuwe economische manier totaal anders met hun financiering omgaan. Daar staan ook modellen bij die nieuw doordacht zijn, zoals bijvoorbeeld een Trias Pecunia. Afgeleid van een Trias Energetica, maar over een heel nieuwe content. Er staan in het boek 55 concrete cases en het merendeel kennen we nog niet. En dat is mij ook duidelijk geworden bij de ontwikkeling van dit boek. Er zijn heel veel voorbeelden die we hier wel kennen, maar er zijn er nog veel meer die we eigenlijk niet kennen. En die ingrediënten vormen van hoe je op een nieuwe manier kunt ondernemen. Denk aan General Electrics en nieuwe IP-modellen. Denk aan totaal nieuwe banken in Zwitserland en Duitsland. Denk aan totaal nieuwe manieren van supply chain realiseren in China en Japan. Die voorbeelden vind je allemaal in het boek terug. Wat brengt dit ons? Het brengt ons dat we onze assets van de economie, dus de sociale, de ecologische en de financiële, op waarde zullen blijven vanuit het bedrijfsleven en liefst in waarde zullen groeien. We horen tegenwoordig heel vaak upcycling voor, bijvoorbeeld. En dat betekent dat we vanuit de gedachte dat we die 3 assets werkelijk de waarde in onze economie zijn, voortdurend kijken hoe kunnen we daarin aan bouwen in plaats van hoe onttrekken we er waarde aan. Die principes keren zich dan in onze samenleving om. En dat zie je dus nu al gebeuren. Je ziet in het hoofdstuk leiderschap met name dat die nieuwe economie ook andere normen en waarden weerspiegelt dan de oude economie. Dat is logisch, want de drivers zijn volkomen verschillend. Eigenlijk wordt onze wereld daar ook een stuk mooier en fijner door. En dat is helemaal niet zo soft als dat het misschien lijkt. Want dat betekent dat we veel meer in verbinding staan met elkaar. Waarde creëren betekent ook duurzaamheid in relaties. En dat zie je bijvoorbeeld in het hoofdstuk klanten, in de hele omslag van producten naar diensten terug. De relaties tussen klant en leverancier zijn vaak langer dan dat het product meegaat. We gaan naar veel langere relaties toe, veel meer connectedness en samen delen in plaats van ieder voor zich. Zie je al meer initiatieven in de wereld op dit vlak? Ja, het aantal initiatieven groeit enorm snel en de ontwikkeling binnen die initiatieven gaan ook enorm snel. Je ziet steeds meer en grotere business cases op de nieuwe manier ontstaan. Alle shared value concepten in die business cases. Maar je ziet ook nieuwe initiatieven ontstaan die de wisselwerking tussen de benodigde kennisontwikkeling en de praktische toepassing door bedrijven. Zelf hebben we bijvoorbeeld het Groene Brein opgericht naast de Groene Zaak, waarin inmiddels meer dan 60 wetenschappers participeren. En daar zie je dat we inmiddels al afspraken met een instituut als NWO hebben kunnen maken om een behoorlijk onderzoeksprogramma op te starten naar gericht onderzoek naar duurzame businessmodellen. Wat een samenhangend initiatief is tussen NWO, de Groene Zaak, het Groene Brein en uiteraard alle wetenschappers die daarin gaan participeren. En dat zie je eigenlijk over de hele wereld gebeuren.